kruiden van de heide. 1-4 winst bij Essen en na 10 seconden staan jullie op 1-0. Ja, dat is wel een droomstart. Ik geloof dat dat ook wel zeker geholpen heeft. Ja, als je zo begint en gelijk 1-0 voorkomt, dan ga je toch lekker al de wedstrijd in. En ja, belangrijke overwinning. Ja, en jullie doen een heel goede zaak in het behoud. Want Leverkusen verliest, Duisburg verliest. Jullie winnen, dus... Nou ja, Duisburg verloren heeft, dat wist ik nog niet. Maar dat is ja, positief in die zin. Die gaan we voorbij. En Leverkusen is ja, in principe het gat zo groot dat... Ja. We daar geen angst voor meer voor moeten hebben. Maar ja, het zou toch lekker zijn als we nog een beetje dichterbij in de buurt Hoffenheim of misschien zelfs voorbij kunnen komen. Ja. Ja. Mm-hmm. Ook voor jou belangrijk, er staat een EK op het programma in Nederland. Er was vandaag iemand van de KNVB hier om jou te bekijken. Je bent bij het vierde doelpunt betrokken, mooi assist, ook mooi meegekomen. Is altijd wel een opsteker. Ja, het is altijd een extra motivatie als de bondscoach op de tribune zit. En ja, ik heb altijd gezegd dat EK blijft een doel. En ik blijf gewoon mijn ding doen. Ik blijf mijn pad volgen. En ik wil gewoon fit blijven. En of de bondscoach het dan goed genoeg vindt, dat is natuurlijk altijd nog aan haar. Maar ja. Wat vind je van de groep met België, Nederland, Denemarken, Noorwegen? België is natuurlijk wel een mooie derby. De andere twee ploegen denk ik wel pittig, al Noorwegen nog een beetje meer als Denemarken. Ik denk dat in het verleden ook gebleken is dat we zeer gewaagd zijn met Noorwegen en dat het best wel een pittig ploegje is. Maar we hebben kansen, we spelen thuis, we hebben ons eigen publiek achter ons en alles is open. Voor de openingswedstrijd zijn er al 15.000 kaarten verkocht, dus dat zegt al hoe dat het leeft in Nederland, op de laatste zeker. Twee wedstrijden. Ja, zeker weten. Ik denk ook dat dat alleen maar mooi is en dat het vrouwenvoetbal dan alleen nog maar weer kan groeien met zo'n mooi toernooi in eigen land. En wat ik al gezegd heb, zoveel supporters achter het team staan is altijd een extra motivatie. Dan zou ik zeggen, geniet nu nog van de mooie overwinning vandaag en we gaan het zeker in Nederland zien. Ja, dat komt helemaal goed. Dankjewel.